er nog aan. Een van de getuigen gaat kijken op de plaats waar de jongen uit de struiken kwam. Daar wordt het onklede en levenloze lichaam gevonden van Nienke Kles. Ze is gewurgd en, net als bij haar vriendje Michael, is er een schoenveter om haar nek geknoopt. Ondertussen heeft een andere man met zijn mobieltje het alarmnummer gebeld. Korte tijd later arriveert de politie. De man die met zijn GSM alarm had geslagen blijft nog even staan kijken en geeft zijn naam en telefoonnummer aan de politiemensen voor het geval ze later nog iets willen weten. De twee kinderen zijn slachtoffer geworden van een zeer gewelddadige man die enorm veel risico heeft gelopen om op heterdaad betrapt te worden. Michael raakte in wat men in de psychiatrie in goed Duits wel de doodstijlreflex noemt. Dit is een automatisch overlevingsmechanisme dat soms ook bij doodsbange dieren in werking treedt. Bijvoorbeeld als ze door een roofdier worden gepakt. Deze reflex was bij Michael zo sterk dat hij zelfs niet heeft bewogen toen de dader hem met een mes een paar maal stak om te kijken of hij nog leefde. Het opmerkelijke gedrag van Michael heeft zijn leven gered. En daarmee heeft de recherche natuurlijk een ooggetuige. Iemand die Nienke's moordenaar makkelijk zal herkennen. Michael verschaft de politie ongevraagd een signalement van de dader. Volgens hem gaat het om een blanke man van ongeveer 1,80 meter... tussen de 20 en 35 jaar met kort stekelig haar. Michael beschrijft een opvallend bleek, pokdalig gelaat met opengekrapte pukkels en korstjes in zijn gezicht. In een oor droeg de man een goudkleurige piercing en hij was gekleed in een donker, mogelijk leren jack en een baseballpet. De politie maakt het signalement openbaar en de tips stromen binnen. Maar ondanks deze duidelijke beschrijving en het feit dat de moord op klaarlichte dag in een drukbezorgd park werd gepleegd, krijgt de recherche aanvankelijk geen verdachte in beeld. Dat gebeurt pas een maand later door een toevalligheid. Een politieman van het Schiedamse korps ontdekt dat een man die zijn zoontje eerder seksueel had lastiggevallen ook voorkomt in het dossier Nienke Kleis. Het blijkt de getuige te zijn die notabene zelf de politie via zijn mobieltje had gealarmeerd. Deze man is de dan 31-jarige Kees B. uit Vlaardingen, die vrijwel dagelijks vanuit zijn werk door het park fietst. De recherche vindt het wel erg verdacht dat juist hij op het moment van de moord als getuige bij de plaats delict aanwezig is. B. wordt uitgenodigd voor nader verhoor en dan blijkt dat hij in het verleden meermalen kinderen heeft benaderd voor seksuele contacten. Begin september 2000 wordt Kees gearresteerd. Hij ontkent aanvankelijk alle betrokkenheid bij de moord. Maar als de druk tijdens de verhoren wordt opgevoerd, geeft hij uiteindelijk toe dat hij de middag van de moord opgewonden was en fietsend door het park op zoek was naar kinderen. En later bekent Kees dat hij de dader is. Ook de belastende aanwijzingen tegen Kees B. stapelen zich in rap tempo op. Hij heeft pedofiele contacten en rond het tijdstip van de moord was hij in het park op zoek naar seksueel contact met kinderen. Kort na de moord heeft hij seksboekjes, video's, een jack en krantenknipsels over de zaak weggegooid. Volgens de aanklagers kende hij details over de moord die alleen de dader kan weten. En hoewel het mes waarmee Michael was gestoken nooit is gevonden, passen de steekwonden volgens een arts bij een soortgelijk mes waar Kees B. tijdens zijn werk over beschikte. B. heeft zijn verklaringen over de tijd die hij in het park heeft doorgebracht menigmaal bijgesteld. Een haar die bij Nienke werd gevonden komt qua kleur en structuur overeen met zijn haarpalet. Een getuige erkent de fiets van B. later als de fiets die bij de plaats delict in het gras heeft gelegen.
Kees is na de moord mogelijk teruggekeerd naar de plaats delict, want een getuige is er vrij zeker van dat zij hem de volgende dag uit de bosjes heeft zien komen waar het drama zich heeft afgespeeld. Door al deze feiten leidt het volgens justitie geen twijfel dat hij de dader is. Toch zijn er zeker ook ontlastende omstandigheden voor hem. Zo lijkt hij met zijn bolle gezicht met rode wangen in de verste verte niet op de beschrijving die Michael van de bleke, pokdalige moordenaar heeft gegeven. Maar deskundigen achten het mogelijk dat bij Michael, toen hij zich doodhield, bepaalde fysiologische reacties zijn opgetreden, waardoor zijn pijngrens werd verlaagd en hij een zogeheten tunnelvisie kreeg. In zijn doodsangst kan Michael een beeld hebben gecreëerd van de dader dat voldoet aan zijn ergste fantasie. En zo zou hij niet de werkelijke moordenaar, maar een denkbeeldig persoon die er griezelig uitziet hebben beschreven. Pas later wordt duidelijk dat B beslist niet de enige pedofiel was in het Beatrixpark, maar dat het er praktisch van wemelde. Heel vreemd is verder dat nog op de plaats delict, nog op Nienke en Michael, sporen van Kees zijn aangetroffen, terwijl er toch het nodig is gebeurd. Uit sporen op het laarsje en uit het nagelvuil van Nienke is weliswaar een DNA-profiel samengesteld, maar dat lijkt afkomstig te zijn van een onbekende man, in ieder geval niet van Kees B. Maar er zijn meer merkwaardige aspecten aan de zaak, zo merkte Peter al op, nog voor de rechter uitspraak deed. Wat mij nogal frappeert is dat als Kees de werkelijke dader is, hij het heeft aangedurfd om in een druk bezocht park twee kinderen mee te lokken, ze te misbruiken en er één te vermoorden. Om één minuut later te transformeren van een lustmoordenaar in een toevallige passant die geen krimp geeft als het jongetje dat hij juist meende te hebben vermoord opeens springlevend uit de struiken komt. Terwijl hij er toch rekening mee moest houden dat Michael hem iedere seconde zou kunnen aanwijzen als dader, blijft hij toch koelbloedig op de plaats delict. Belde zelfs de politie en gaf zijn echte naam en telefoonnummer op. Aan de andere kant zou het niet de eerste keer zijn dat een moordenaar als een moderne Jekyll en Hyde iedereen om de tuin leidt en zijn twee gezichten als maskers naar believen op en afzet. Dit is nou typisch zo'n zaak waarin ik de rechters niet bepaald benijd. Op 5 april 2001 wordt de zaak tegen B voor het eerst inhoudelijk behandeld door de rechtbank in Rotterdam, waar hij zijn onschuld volhoudt. Desondanks wordt hij eind mei dat jaar conform de eis veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 jaar en tbs. Kees B. gaat in hoger beroep, maar net als de rechtbank acht ook het Hof hem schuldig aan de afschuwelijke kindermoord. Het arrest op 8 maart 2002 luidt wederom 18 jaar en tbs. Bij deze veroordeling spelen zijn twee bekennende, maar vrijwel direct weer ingetrokken verklaringen een belangrijke rol. In tegenstelling tot wat de verdediging aanvoerde, stelt het Hof dat de bekentenissen niet onder druk zijn afgelegd. Na deze veroordeling stapte Kees B. nog naar ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad in Den Haag. Maar zijn cassatieverzoek werd 2 weken geleden afgewezen, waardoor zijn straf onherroepelijk werd. Vanuit het Huis van Bewaring bleef B. echter pogingen doen om zijn onschuld te bewijzen. Hij schreef mij de afgelopen 2 jaar tientallen wanhopige brieven waarin hij zweert niet de moordenaar te zijn. Zeer onlangs sprak ik hem ook nog telefonisch. Wat hij toen zei, dat hoort u zo meteen. Peter sprak de veroordeelde Kees B. telefonisch vanuit het Huis van Bewaring. Je zit nu ruim 2,5 jaar vast. Wat doet dat met je? Ja, het is als het ware gewoon een hel. Je leven dat gaat kapot. Je wordt verschuldigd van iets wat je niet hebt gedaan.
En voor de buitenwereld word je toch zoiets neergezet als een gevaarlijke gek, zeg maar, wat je eigenlijk helemaal niet bent. En je raakt gewoon alles kwijt. Het is het leven dat is eigenlijk niet meer vol te houden zo. Ja, want in je brieven aan mij heb je een paar keer geschreven dat je op het punt stond om zelfmoord te plegen. Ben je zo wanhopig? Ik ben natuurlijk inmiddels dan voor de derde keer al veroordeeld voor de feiten. Wat ik gewoon niet heb gedaan en wat eigenlijk niet goed is uitgezocht door de rechters en ook niet door de recherche Rotterdam. Wat heeft het leven nog voor zin om 18 jaar onschuldig vast te zitten en in een TBS-kliniek te gaan voor iets wat je niet hebt gedaan? Dat is onverdraaglijk voor jou. Ja, hoe kom je daar ooit dan nog uit? Kun je begrijpen dat er mensen zijn, bijvoorbeeld de ouders van Nienke Kleijs, die zeggen van nou, we geloven daar allemaal niks van, hij moet het wel gedaan hebben? Ik zal die ouders niks verwijten van Nienke. Ik weet niet hoe in verre zij geheel geïnformeerd zijn. Ik kan daar eigenlijk weinig over zeggen. Het is voor hun willen natuurlijk dat het opgelost wordt. En dat is logisch. Ik wil ook niks minder dan liever dat het wordt opgelost. Maar alleen dat de echte daden wordt opgepakt. Want die loopt nog vrij buiten. Tot dusver stonden Kees B. en zijn raadsman meester Takema alleen in het standpunt dat hij de dader niet kon zijn. Maar inmiddels hebben zij prominente steun uit onverdachte hoek gekregen. En wel van rechtspsycholoog professor Dr. Peter van Koppen. Een expert op het gebied van dubieuze veroordelingen. Peter van Koppen is hoogleraar rechtspsychologie aan het departement rechten van de Universiteit Antwerpen en senior hoofdonderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving in Leiden. Van Koppen heeft een haast onafzienbare reeks publicaties op zijn naam staan over criminaliteit, rechtspraak en aanverwante zaken, waarmee hij in zowel binnen- als buitenland veel aanzien geniet. Ook heeft hij een groot aantal boeken gepubliceerd, zoals Het recht van binnen en het bekende Dubieuze zaken. In de Nederlandse rechtszalen is hij een bekend gezicht, want als getuigendeskundige treedt hij vaak als expert op het gebied van herkennings- en verhoortechnieken op in spraakmakende strafprocessen. Zo maakte hij een belangrijk rapport in de zaak tegen de twee van Putten, waarin hij stelde dat er heel wat misging bij de politieverhoren. En dat er een grote kans was dat de bekentenissen die beide mannen in deze zaak hadden afgelegd vals waren. Inmiddels heeft Van Koppen een nieuw rapport geschreven, nu over de zaak Kees B., die hij de Schiedammer Parkmoord noemt. Deze zaak is door hem onderworpen aan een grondige rechtspsychologische reconstructie. Zijn motivatie om met deze zaak aan de slag te gaan is dat hem steeds meer geluiden bereikte dat Kees B. mogelijk onschuldig vastzit. Als dat echt zo is, heeft dat volgens Van Koppen verstrekkende consequenties. Dan loopt immers niet alleen de werkelijke dader vrij rond en zou hij ieder moment weer kunnen toeslaan, maar ook zou iemand dan ten onrechte veroordeeld zijn tot een van de zwaarst denkbare straffen in Nederland. Na de Puttense moordzaak, de Deventer-moordzaak, is de Schiedamse moordzaak nu de derde kwestie waarbij grote vraagtekens bij onze rechtspraak kunnen worden gezet. Bij mij in de studio zijn de advocaat van Kees B., meester Jack Takema, de schrijver van het rapport, professor Peter van Koppen, en de raadsman van de ouders van Nienke Kleijs, meester Maurice Stassen. Heren, goedenavond. Goedenavond. Meneer Van Koppen, u schrijft in het rapport dat u signalen heeft ontvangen dat Kees B. mogelijk onschuldig vast zou zitten. Van wie kwamen die signalen en wat waren dat voor verhalen? Die signalen, dat betrof gevoelens van mensen die zijlings bij de zaak betrokken geweest waren. En die ook allemaal maar een heel klein deel van die zaak gezien hadden. Maar die daar beroepshalve mee te maken hadden? Ja. Politiemensen bijvoorbeeld? Wat voor soort mensen zijn, wou ik het verder niet over hebben. Die laat ik in mijn verhaal ook ongenoemd. Ja. Heeft u nou van iemand opdracht gekregen om dit rapport te maken, dit boekwerk? Of is dat op verzoek van iemand gemaakt? Hoe is dat gegaan?
Wat ik toen gezegd heb, ja, kijk, als je serieus naar die zaak wil kijken, dan is het enige wat je kan doen is een grondige analyse maken van het hele dossier. En dat heb ik verder op eigen gezag gedaan. Ik heb toen aan de advocaat van de verdachte, meneer Takema, gevraagd van stuur mij een complete kopie van het dossier. Maar ook iets heel belangrijks erbij, namelijk een verklaring van hem en van zijn cliënt, dat ik dat ook in volledige vrijheid kon doen en dat zij zich ook conformeren aan wat er ook uit mijn analyse zou komen. En dus ook hun toestemming, hun akkoord, ook niet meer konden terugtrekken. Meneer Stassen, u heeft het dossier gelezen. U bent ook bij de rechtszaken geweest. Daar heb ik u ontmoet. En ik heb u toen wel eens in de wandelgangen op de man afgevraagd: denkt u dat Kees B. het gedaan heeft? En toen zei u volmondig ja. Ja, dat klopt. Dat heb ik inderdaad ook gezegd. Inhakend op wat Kees B. in het telefoongesprek met u heeft zich afgevroegd van, nou, zijn ze wel volledig geïnformeerd? Ja, dat zijn wij. We hebben het dossier volledig kunnen doornemen. We hebben inderdaad alle zittingen bijgewoond. We hebben de persoon Kees B. ook kunnen zien. We hebben ook in het dossier kunnen lezen over welk soort persoon het gaat. En gaandeweg de zittingen, gaandeweg de contacten die wij dus hadden met het parket, met de rechtbanken en ook het zien van Kees B. in de rechtszaal, bracht ons tot de overtuiging van, ja, hier is de juiste man voor het hekje verschenen. Geen twijfel. Geen twijfel. Nee. Meneer Takema, u bent al jarenlang de advocaat van Kees B. Had hij volgens u op basis van dit dossier veroordeeld mogen worden? Nee, zeker niet. Ik vind dat in dit dossier zoveel aanknopingspunten zijn om te zeggen dat het gewoon niet kan kloppen. Ik heb al eerder in een eerder stadium gezegd dat de tijdlijn bijvoorbeeld niet klopt. Het vertrek van zijn werk, het moment waarop Michael zegt in zijn nekvel te zijn gepakt. Het is een aspect, maar het is een heel belangrijk aspect. Ik denk dat het gewoon niet mogelijk is dat mijn cliënt de dader is. Meneer Van Koppen, wat heeft u voor het onderzoek precies gebruikt? Wat heeft u gedaan, kort samengevat? Wat ik gedaan heb is, samen met vijf stagiaires, hebben wij een minutieuze analyse gemaakt van het dossier zoals de rechtbank en het Hof het ook had. Precies hetzelfde feitenmateriaal. Precies hetzelfde dossier. Ja, en de conclusies die professor Van Koppen in dat rapport trekt, die liegen er niet om. De rechtspsycholoog heeft niet alleen forse kritiek op het werk van politie en justitie, ook de twee rechtsinstanties die Kees B. hebben veroordeeld, rechtbank en gerechtshof, krijgen er van langs. Allereerst stelt Van Koppen dat het dossier dat de rechters tot hun beschikking hadden en op grond waarvan B. is veroordeeld, een onvolledig beeld geeft van het opsporingsonderzoek. Zo ontbreken alle tips die de politie in verband met deze zaak ontving en alles wat zou kunnen duiden op schuld van een ander dan Kees, is volgens Van Koppen hetzij niet onderzocht, hetzij niet gepresenteerd aan de rechter. Zo maakt de onderzoeker slechts uit zijdelingse opmerkingen in het dossier op dat er naast Kees in ieder geval nog twee andere verdachten van de moord op Nienke Kleijs in beeld zijn geweest. Waarop die verdenkingen waren gebaseerd en waarom ze opeens niet meer als verdachten werden beschouwd, kan aan de hand van de aanwezige stukken nergens uit worden afgeleid. Het dossier is niet alleen incompleet, maar ook de opbouw ervan krijgt de nodige kritiek van de professor. Die opbouw lijkt volgens hem eveneens voort te komen uit de houding die het rechercheteam van meet af aan in deze zaak heeft ingenomen, waarbij het niet zozeer de vraag was of Kees de werkelijke dader was, maar of men hem ervoor kon veroordelen. Zo kwam Kees niet, zoals het er normaal gesproken aan toe gaat, in beeld doordat er concrete sporen in zijn richting wezen, maar omdat hij in een heel andere zaak opdook als mogelijke pedofiel. Vanaf het moment dat bleek dat hij op de dag van de moord ook in de buurt van de plaats delict aanwezig was, is de mogelijkheid van een andere dader niet meer onderzocht. Aldus Van Koppen. Deze werkwijze noemt de hoogleraar gevaarlijk, want een dergelijk, zoals het heet, verdachtegeleid onderzoek is er volgens hem één dat gemakkelijk bijdraagt aan een rechtelijke dwaling. Van Koppen concludeert dan ook: in ieder geval heeft de opbouw en de selectie in het dossier ervoor gezorgd dat de veroordeling van B. vrijwel onvermijdelijk is geworden. Waar had de rechter op af moeten gaan om tot een ander oordeel te komen? De onderzoeker komt met een aantal treffende voorbeelden waaruit blijkt dat de politie de mogelijkheid van een andere dader dan Kees B. helemaal niet of onvoldoende heeft onderzocht. Het meest in het oog springende voorbeeld is dat getuigen op de dag van de moord een man hebben zien zitten op een bankje op de plaats delict C.
Dat is de plek waar Nienke en Michael een tijd lang hebben gespeeld. Wat blijkt? Deze man voldeed in tegenstelling tot Kees B. wel aan het signalement dat Michael opgaf aan de dader. Michaels beschrijving van de moordenaar hoeft dus helemaal niet het gevolg te zijn van tunnelvisie, zoals deskundigen hebben verklaard. Hoewel op de plaats waar deze man heeft gezeten wel sporen zijn veiliggesteld, blijkt dat daarnaar helemaal geen nader onderzoek is verricht. Een gemiste kans, stelt Van Koppen, want deze man had notabene een blikje achtergelaten waar hij uit had gedronken. Hier is mogelijk DNA-materiaal op achtergebleven dat vergeleken had kunnen worden met het onbekende erfelijk materiaal dat bij Nienke onder haar nagels en op haar laarsje was aangetroffen. Maar dat onderzoek werd nooit gedaan, want de politie meende met Kees B. immers de moordenaar al te pakken te hebben. Dit is echter niet de enige steek die de politie bij het sporenonderzoek heeft laten vallen, zo stelt de rechtspsycholoog. Want ook de waterpartijen in het park blijken slechts ten dele onderzocht. En dat is merkwaardig, want niet alle relevante zaken waren terecht. Zo is het mes waarover de dader beschikte bijvoorbeeld nooit gevonden. Ja, sporen die niet of onvoldoende zijn onderzocht. De politie die zich vrijwel uitsluitend richt op Kees B. en alles wat daar buiten valt uit het dossier houdt. Meneer Takema, u heeft jarenlang geroepen dat het onderzoek en de veroordeling van Kees B. niet deugde. Nu heeft professor Van Koppen u eigenlijk op alle punten in zijn rapport gelijk gegeven. Hoe belangrijk is dat rapport? Dat is een buitengewoon belangrijk rapport. Je merkt dat er wel kritiek is geweest op mijn uitlatingen, omdat het er gezegd is dat heel veel mensen wel iets zeggen over de zaak, maar eigenlijk onvoldoende van de zaak weten. Nou, dat verwijt kan hier in ieder geval niet worden gemaakt. Het hele rapport is een voortvloeisel uit het dossier, zoals ook de rechtbank en het Hof dat hadden. U heeft dat al gezegd. Ja. Nu heeft Van Koppen gesteld dat de opbouw en selectie van het dossier ervoor hebben gezorgd dat de veroordeling onvermijdelijk was geworden, ondanks alle tegenstrijdigheden, ondanks alle ontlastende punten die er ook in zaten. Heeft u dat ook zo gevoeld tijdens de behandeling, dat die veroordeling onvermijdelijk was? Ik kan die constatering heel goed volgen. Ik denk inderdaad dat dat bijna het geval moet zijn geweest. De rechtbank en het Hof hebben een hele duidelijke selectie gekregen van de politie en het Openbaar Ministerie. En alles wat ik daar verder over heb opgevraagd, van wat is er nog meer en geef mij dat, bijvoorbeeld die tips, ja, die hebben we eenvoudigweg nooit gekregen. Oké. Het rapport oefent ook kritiek uit op de verhoren van Kees B. Merkwaardig is dat de verhoren op de band zijn opgenomen, behalve die waarin B. een later overigens weer ingetrokken bekentenis aflegt. Toeval? Of net iets te toevallig? We zullen het antwoord waarschijnlijk nooit krijgen op de vraag of de bekentenissen van Kees B. wel op een juiste wijze tot stand zijn gekomen en of de verhoren goed zijn verwerkt, komt wel een duidelijk antwoord. Volgens professor Van Koppen is Kees langdurig verhoord en dat past weer in een verdachte geleid onderzoek. Bij de verhoren blijken ook langere tijd foto's van Nienke en Michael op tafel te hebben gelegen. Een manier van werken die een prominent onderdeel vormt van de omstreden Zaanse verhoormethode. Uit de beschrijving die B. zelf van de verhoren heeft gegeven, maakt de hoogleraar verder op dat die manier van verhoren perfect past in de methode die valse bekentenissen uitlokken. Zo zou de recherche bepaalde verleidingstechnieken hebben gebruikt, zoals het aan twijfelen brengen van Kees over zijn eigen geheugen en het benadrukken van de voordelen van bekennen. Vind je dat politie en justitie verwijtbaar tekortgeschoten zijn in jouw zaak? Ja, zeker. En zeker de recherche Rotterdam-Rijnmond, die valt er zeker te verwijten. Als ze beter onderzoek hadden gedaan en ook mijn advocaat die toen tijdens de zitting een verzoek heb ingediend om die te laten uitvoeren, als dat was gebeurd, had het waarschijnlijk niet zo ver gekomen zoals het nu is. Want wat verwijt je ze nou het meest? Wat verwijt ik ze meest? Dat ze mij toch onder gigantische druk hebben gezet tijdens de verhoren. En
en eigenlijk alleen maar op zoek waren naar een dader. Niet de werkelijke dader, maar als ze iemand konden vinden om te straffen, zeg maar, om het delict op te lossen. Waar is ze voor ingenomen? Ja. Hoe kon je dat merken? Ja, ik kon het gewoon merken omdat alles wat ik zeg niet werd geloofd. En hun ook al tegen mij zei van, je hebt het gewoon gedaan. En daar werd ook gewoon alles op gebaseerd, zeg maar. Alles, ja, daar ging het voor ook continu over natuurlijk. Maar je hebt natuurlijk wel een bekentenis afgelegd op enig moment. Ja, dat is onder zeer zware druk gebeurd van de politie. Hoe kijk je daar nu op terug dat je dat gedaan hebt? Ja, het is op dit moment zeg ik van, hoe kan ik ooit zoiets hebben gezegd, maar op dat moment ken je gewoon niet anders. Dus. Die druk was zo zwaar dat je daarvoor gezwicht bent. Ja, de druk was te groot inderdaad. Wat van Koppen ook opvalt, is de vreemde omgang van de recherche met het opmaken van processen verbaal. Lang niet alles in deze zaak is door de politie vastgelegd. Zo geeft een rechercheur overigens ook zelf toe. De vraag dringt zich volgens Van Koppen dan wel op hoe accuraat de verbalen de inhoud van de verhoren eigenlijk weergeven. Het feit dat een 9 uur durend verhoor met Kees is samengevat in 6 pagina's... doet volgens hem het ergste vermoeden. Maar dat is nog niet alles. Van sommige verhoren, waaronder de eerste bekentenis van Kees, blijkt pas procesverbaal te zijn opgemaakt nadat er dagen en soms zelfs weken waren verstreken. En dat is in strijd met de regels. Tot overmaat van ramp blijken enkele verhoren zelfs helemaal niet aan het papier te zijn toevertrouwd. Dat het hier niet uitsluitend gaat om prietpraat blijkt wel uit het feit dat nergens in een procesverbaal is terug te vinden dat Kees B. zijn bekentenis na een dag alweer heeft ingetrokken. Waarom heeft de politie niet op papier gezet dat Kees B. zijn bekentenis weer introk? Nou, gewoon omdat de verbalisanten hem niet geloofden. Alsof de politie dat moet uitmaken en niet de rechter. Het is bijna niet te geloven. Meneer Van Koppen, hoe kwalificeert u een rechercheafdeling die zo selectief te werk gaat? Nou, kijk, dat zo hoor je dus niet met procesverbaal om te gaan. Die procesverbaal moeten uitgebreid en accuraat weergeven wat er tijdens het verhoor gebeurd is. En er is zelfs een eerder verhoor waar deze verdachte nog als getuige gehoord werd, wat pas maanden later is opgemaakt. En op de vraag van de rechtercommissaris aan de verbalisant, waarom u dat niet eerder gedaan? Ja, hij was vrijwillig naar het politiebureau gekomen en het verhoor had al zo lang geduurd. Ja, alsof en dat ja, een reden dat schrijf is. Je dus op. Kijk, waar het uiteindelijk om gaat, van hij legt bekende verklaringen af, kloppen die? Ja. En het antwoord daarop is, als je die gaat controleren aan wat er voor de rest bekend is, namelijk het verhaal van Michael, dan kloppen die dus gewoon niet met elkaar. Dus het eindproduct van deze hele exercitie met procesverbaal en verhoren laat zien dat die bekentenissen niet deugen. Nou zegt u in het rapport dat allemaal niet geverbaliseerd is, dat is kwalijk. Maar wat belangrijker is om vast te stellen of tijdens de verhoren door de rechercheurs daderinformatie is aangereikt. U heeft de verbalen gelezen. Wat is uw indruk? Nou, dat is niet een kwestie van indruk. Wat je kan zien aan de verbalen is 2 dingen. Namelijk dat hij op sommige punten wordt hem daderinformatie gegeven door de verbalisant. Op een bepaald moment zegt hij bijvoorbeeld van, ik wurgde haar met mijn handen. En even later zegt hij, ja, ik heb haar met de veter gewurgd. Het andere probleem is dat hij 2 bekentenissen heeft afgelegd. Eentje op zaterdag en eentje op zondag. En die verschillen nogal van elkaar. En je moet je dan afvragen, waarom verschillen die bekentenissen zo? Er is dus kennelijk tussendoor wat gebeurd met hem, waardoor hij een drastisch andere bekentenis is gaan afleggen. Ja. Maar ook die bijgestelde, dan wel bijgestuurde bekentenis van Kees B. blijft opmerkelijke tegenstrijdigheden vertonen met het getuigenrelaas van het slachtoffer Michael. Maar het merkwaardige is dat rechtbank en gerechtshof geloof hechten aan allebei. En dan kan er natuurlijk maar 1 de juiste zijn. Michaels verhaal over die fatale dag in het park luidt als volgt. Volgens Michael komen Nienke en hij rond 1 uur of 4 aan in het Beatrixpark, waar zij bij de speeltuin Fort Drakenstein met water gaan spelen.
Vervolgens lopen zij terug langs de kinderboerderij, die dan al dicht is. Ze vragen aan een oudere man de tijd en horen dat het 16:45 is. Vrijwel direct hierna worden hij en Nienke door een man in hun nek gegrepen. Onder bedreiging van een mes worden de kinderen over een afstand van 80 à 90 meter meegenomen de bosjes in, waar zij zich moeten uitkleden. Volgens Michael gaat dat uiterst moeizaam en kost dat veel tijd. De man wordt daarom ongeduldig en helpt de kinderen hardhandig met het uittrekken van hun kleren, terwijl hij volgens Michael zelf zijn kleding aanhoudt. Dan komt een man aanlopen met een zwart-wit gevlekte hond. Een ontdekking dreigt, want het wandelpad loopt vlak langs de plaats delict. De kinderen worden daarom dieper mee de bosjes ingenomen. En als zij uiteindelijk helemaal zijn uitgekleed, moeten ze van de man seksuele handelingen bij elkaar verrichten. Michael zegt dat de man hem daarna met twee handen probeert te wurgen. Hij verklaart: "Nou, ik stikte bijna en toen was ik toen nog los weten te komen en toen stak hij een paar keer een mes in mijn nek." Na het steken houdt Michael zich dood. Hij ligt met zijn gezicht naar de grond. De man houdt zich ondertussen met Nienke bezig, want Michael hoort haar gesmoord schreeuwen, waaruit hij opmaakt dat de man zijn hand voor haar mond houdt. Volgens Michael geeft de man, terwijl hij met Nienke bezig is, hem nog enkele stompen in de maag, waarschijnlijk om te kijken of hij echt dood is. Vervolgens wurgt de man Nienke. Michael hoort hem zeggen: "Ja, ga maar lekker naar je vriendje toe. Ga maar lekker slapen. Je vriendje is al weg." Vlak voordat de man wegloopt, bindt hij de veter van Michaels legerkistje om diens nek met de schoenen nog aan. Aldus het relaas van het 11-jarige slachtoffertje over de afschuwelijke gebeurtenissen die dag. De enige manier om vast te stellen wat het waarheidsgehalte is van de bekentenissen van Kees B. is volgens Van Koppen om zijn verhaal te vergelijken met dat van Michael. Daarbij heeft hij geconstateerd dat beide verklaringen niet alleen op details van elkaar verschillen, maar ook op cruciale punten. Een paar voorbeelden. Michael verklaart dat het mes dat de dader bij zich had een soort ouderwets scheermes is met een houten handvat dat als een zakmes uitklapte. Kees heeft het in zijn bekentenis echter over een heel ander soort mes, een afbreekmesje. Michael verklaart dat de dader een pet op had. Maar Kees zegt van niet. En er is ook geen enkele getuige die hem die dag met een pet op heeft gezien. Volgens Michael moeten hij en Nienke seksuele handelingen bij elkaar verrichten. Maar B verklaarde juist dat niet de jongen en het meisje dingen bij elkaar moesten doen, maar dat hij dat zelf bij Nienke deed. Michael zegt dat de dader eerst hem probeerde te wurgen en zich vervolgens met Nienke bezig hield. Kees B. beweerde echter precies het omgekeerde. Eerst heeft hij Nienke gewurgd en daarna wilde hij de jongen vermoorden. Hij verklaarde daarover: "Ik merkte dat het meisje dood was omdat ze niet meer bewoog. Ik dacht toen dat de jongen ook dood moest. Ik dacht dit omdat de jongen getuige was van dit alles." Ja, dat is toch een aantal opmerkelijke verschillen. En als men ervan uitgaat dat Michael de waarheid vertelt, en dat doet men, dan moet Kees B. liegen. Maar de vraag is, wat heeft hem dan belet om niet gewoon de waarheid te vertellen? Als hij toch een bekentenis aflegt, dan had het immers niets meer uitgemaakt. Zeker niet op allerlei ondergeschikte punten. Meneer Van Koppen, aan de andere kant kan je natuurlijk zeggen, er zijn wel meer verdachten die er tijdens een bekentenis een punt aan draaien, in verwarring zijn, slecht formuleren of het gewoon ook zelf niet meer precies weten. Zou dat niet bij Kees gebeurd kunnen zijn? Je hebt de verschillen tussen zijn verklaring en de verklaring van Michael zijn zo groot dat je dat niet alleen aan verwarring zou kunnen toeschrijven. Bovendien zit je met het probleem dat het natuurlijk
in de procesverbaal zelf laat zien, in ieder geval op een aantal punten, allerlei verleidingstechnieken gebruikt zijn om hem zijn verklaring te laten geven. Ja, maar je zou zeggen, als er nou verleidingstechnieken gebruikt zijn, als hem informatie is aangedragen, waarom geeft men hem dan niet de goede informatie? Want nu klopt het niet. Is dat niet juist een bewijs dat het hem niet is aangedragen? Kijk, ik weet natuurlijk niet of de verbalisanten die hem verhoorden, of die over de juiste informatie beschikken. Je ziet vaker in zaken dat de teamleiding, juist de verbalisanten die de verdachten moeten verhoren, een hele hoop informatie niet geven. Juist om te voorkomen dat zij aan die verdachte dader informatie overdragen. Alleen het nadeel daarvan is dat als je een verdachte aan het verhoren bent, dat je ook als verhoorder niet weet of hij nou onzin zit te vertellen, of dit een beetje klopt met wat er uit de rest uit het onderzoek gekomen is. In het rapport schrijft u letterlijk dat een systematische vergelijking van de bekentenissen van Kees B. en de verklaring van Michael, en ik citeer nu even, laat zien dat B. zelf onvoldoende daderwetenschap heeft om zijn bekentenis serieus te nemen. Dat is nogal wat, maar dan vraag ik me af, hoe kan het nou dat de rechters die verklaring dan wel serieus hebben genomen? Die zijn toch ook niet gek? Dat zou je natuurlijk de rechters moeten vragen. Kijk, wat een rechter doet is het vervolgen op het politiewerk. En van het politiewerk, dat wordt geleerd op de rechercheschool. En als je kijkt naar de leerboekjes op de rechercheschool, wordt het als volgt geleerd. Als je een bekentenis krijgt van een verdachte, dan begint je onderzoek. En een bekentenis is pas een echte bekentenis als het klopt met de feiten die je via uit andere bronnen te weten gekomen bent. En deze bekentenis klopt gewoon niet met die andere feiten. En dus is het in recherchetechnische termen geen bekentenis. Nee. Meneer Stassen, schrikt u hier niet van? U bent zelf advocaat en niet alleen van slachtoffers, maar ook van verdachten in soortgelijke zaken misschien wel. Dit zijn toch hele harde conclusies? Het zijn hele harde conclusies. Het rapport zie ik als een benadering van het dossier, zoals er meerdere benaderingen zijn. Want ook wij zijn er niet bij geweest en ook wij zullen van bepaalde standpunten, van bepaalde gissingen. Maar één waarheid natuurlijk. Heeft hij het gedaan of niet gedaan? Uiteraard, maar ook wij moeten uitgaan van bepaalde gissingen. Als wij moeten gaan raden waarom die eerste bekentenis afwijkt van die tweede bekentenis, kunnen wij dat ook niet helemaal concreet naar voren brengen. Maar ik kan wel vaststellen dat ze afwijken en dat er dus iets helemaal niet klopt. Dat kan, maar dan nog, als je tegengestelde verklaring hebt, dan kun je dan nog een hoofdlijn uithalen en daar bewijs uit halen dat datgene wat op de dagvaarding staat wettig en overtuigend bewezen is. Ja. Meneer Takema, u heeft op al die verschillen die nu aan bod komen, heeft u gewezen tijdens de rechtszittingen. Vond u enig gehoor? Kon u merken dat men daar belangstelling voor had? Nou, de rechters hebben mij in die fase niet onderbroken, dus ik ga ervan uit dat ze daar echt goed naar geluisterd hebben. Ze sliepen niet? Ze sliepen niet, ook dat niet. Het komt voor, heb ik begrepen, maar in dit geval was dat niet het geval. Ik kan zeggen is dat die verschillen die erin zitten, daar heb ik heel duidelijk op gewezen. Men had dat kunnen weten. Alleen is het buitengewoon lastig, kennelijk voor een rechter, om te zeggen van nou, wij leggen een bekentenis, een bekennende verklaring of een verklaring met daarin bekennende elementen, ja, terzijde. En dat is erg jammer, want dat zou juist een zeer kritische toetsing moeten zijn die de rechter daarop loslaat. En ik heb stellig de indruk dat dat hier niet is gebeurd. Nee. Volgens het rapport van professor Van Koppen is er dus alle reden om de bekentenissen van Kees te wantrouwen. Ervan uitgaande dat de verklaringen van het slachtoffer Michael de waarheid zijn. Naar het verhaal van de jongen is overigens behoorlijk kritisch gekeken. En er werd zelfs rekening gehouden met de optie dat hij wel eens de dader kon zijn. Hoe dat kwam, dat ziet u na de reclame. De twijfels over de verklaringen en de rol van Michael blijken onder meer te zijn ontstaan doordat hij over de meest emotionele gebeurtenissen vrijuit kon praten, maar kwaad werd of in huilen uitbarstte als er aan zijn verhaal werd getwijfeld. Professor Van Koppen constateert dat de communicatie tussen Michael en zijn verhoorders niet erg soepel verliep. Zo bleef Michael bij soms minutenlange stiltes die er tijdens de verhoren vielen, zijn ondervragers onafgebroken recht in de ogen kijken. Ook viel het op dat de jongen wel heel veel moest gapen. Hier volgt een passage uit een verhoor met Michael, waarin de dan 11-jarige jongen een opmerkelijke verklaring geeft voor zijn vele gegeeuw. Begin je nou alweer? Elke keer als je hier bent, begin je te geeuwen. Wat is dat toch? Hoe komt dat nou? Psychische oorlog.
psychische oorlog? Ja. Dat moet je me even uitleggen. Nou, als iemand heel geconcentreerd bezig is en je begint bijvoorbeeld te geeuwen of je zegt iets, is hij uit zijn concentratie. De meeste twijfel over Michael blijkt echter te zijn ontstaan doordat hij geen logische antwoorden kon geven op enkele ongerijmdheden in zijn verklaring. Zo wordt Michael geconfronteerd met zijn bewering dat de dader de hele tijd zijn pet op had. De ondervragers willen weten hoe hij dan kon beschrijven hoe diens kapsel eruit zag. Maar hier komt geen duidelijk antwoord op. De verhoorders willen ook weten hoe het Michael is gelukt om zich om te draaien toen hij gewurgd werd, zoals hij verklaarde. Iets wat, ervan uitgaande dat de zwaarlijvige Kees B. de dader is, onwaarschijnlijk lijkt. Michael suggereert dan dat de man hem met één hand wurgde. Maar als de verhoorders hem erop wijzen dat hij ook geen blauwe plekken in zijn nek had, wordt hij kwaad. Deskundigen hebben uitvoerig onderzoek gedaan naar de psychische gesteldheid van Michael. En dat wijst wonder boven wonder uit dat de jongen geen trauma heeft opgelopen aan de verschrikkelijke gebeurtenissen in het park. Maar om het waarheidsgehalte van zijn getuigenis te beoordelen is het volgens onderzoeker professor Van Koppen belangrijker om te weten of de jongen suggestief is gehoord. Met andere woorden, is zijn verklaring gestuurd door de politie. De onderzoeker stelt dat hij daarvoor in het dossier geen aanwijzingen heeft aangetroffen. En hij concludeert vervolgens dat er aan de verklaring van Michael dus niet getwijfeld hoeft te worden. Maar dat er daardoor des te meer vraagtekens gezet moeten worden bij de sterk afwijkende bekentenissen van Kees B. Een ander onderdeel dat bij de Rotterdamse rechtbank deel uitmaakt van het bewijs tegen Kees B. zijn enkele herkenningen. Zo is er een vrouw die hem meende te herkennen als de man die zij de ochtend na de moord op de plaats delict had gezien. En er is een man die beweerde dat hij de fiets van Kees B. op de dag van de moord vlak bij de plaats delict in het gras had zien liggen. De recherche wil over beide verklaringen zekerheid en organiseert een confrontatie. De vrouw wordt gevraagd goed naar Kees te kijken. En hoewel ze de man aanvankelijk beschreef als iemand met lang haar tot op zijn schouders, komt ze nu tot de conclusie dat de kortharige Kees de man is die zij de ochtend na de moord heeft gezien. De vrouw weet dat 85 en later zelfs 90% zeker. Dat lijkt een mooie opsteker voor de politie. Waren het niet dat een dergelijke eenpersoonsconfrontatie volgens Van Koppen volstrekt niet voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een bruikbaar bewijsmiddel? De professor concludeert zelfs in zijn rapport: het mag verbazing wekken dat de politie in haar onderzoek naar zo'n ernstig misdrijf op een dermate knullige manier een herkenningspoging organiseert. Maar het kan allemaal nog knulliger, want ook met de herkenning van de fiets van B gaat het volgens Van Koppen helemaal mis. De politie wil zekerheid over de vraag of de fiets die een getuige in het gras heeft zien liggen inderdaad van Kees is. Een probleem is alleen dat deze getuige op dat moment in de Verenigde Staten zit. Het is dan bijna een half jaar na de moord als de politie hem een e-mail stuurt met uitsluitend foto's van de fiets van Kees B. Weer gaat het hier dus om een enkelvoudige confrontatie waarvan Van Koppen benadrukt dat de bewijswaarde gering is. De foto's blijken bovendien nog eens vergezeld te gaan van sturende teksten als achteraanzicht fietsverdachte KB en vooraanzicht fietsverdachte KB. En inderdaad, de getuige herkent de fiets van Kees als de fiets die hij een half jaar daarvoor
in het gras had zien liggen. Als hij vanuit de Verenigde Staten de recherche hierover aan de telefoon heeft, zegt hij er zelfs nadrukkelijk bij: ik herken de fiets in eerste instantie aan de kleur en het model. En dat is echt een heel knap staaltje herkenning, want de foto's die de politie deze man e-mailde zijn namelijk zwart-wit. Ja, en de vraag is, waarom hebben de rechters zo weinig betekenis toegekend aan de tegenstrijdigheden in de bewijsmiddelen? Meneer Van Koppen, u schrijft in het rapport dat de rechters zich ook te veel hebben laten leiden door het verhaal dat de aanklagers presenteerden. Klopt dat? Ja, op het moment dat het over cruciale punten ging, dan wordt plotseling het verhaal van het Openbaar Ministerie zeer vaag. Op het moment dat het gaat van het precieze moment dat het misdrijf begonnen zou moeten zijn, dan heeft de officier plotseling over die middag. Maar dat is niet het enige. De aanklagers schrokken er ook niet voor terug om zo nu en dan feitelijke onjuistheden te presenteren en om bepaalde gegevens in hun eigen voordeel te verdraaien. Twee voorbeelden uit het rapport. De aanklager houdt de rechters voor dat op het linkerbovenbeen van Nienke een haartje is gevonden dat past in het hoofdhaarpalet van verdachte B. Volgens Van Koppen is dat wel erg kort door de bocht, want het Nederlands Forensisch Instituut had op dat moment al vastgesteld dat op dit haartje DNA is aangetroffen van een ongeïdentificeerde, vermoedelijk vrouwelijke persoon. De aanklager houdt de rechters ook voor dat weer een andere getuige heeft verteld dat de fiets die hij in het park heeft zien liggen grote gelijkenis vertoont met de fiets van Kees B. De aanklager laat voor het gemak weg dat deze getuige zijn verhaal besloot door te zeggen dat hij denkt dat het de fiets van Kees niet is, omdat hij zeker weet dat die een ander slot had. Van Koppen onderzocht alle mogelijke scenario's in deze zaak. En dat zijn er drie. Kees B. heeft het gedaan. Kees B. heeft het niet gedaan. En iemand anders heeft het gedaan. Het scenario dat Kees B. het wel heeft gedaan steunt volgens Van Koppen op de volgende punten. Hij heeft het misdrijf bekend, maar deze bekentenissen zijn volgens Van Koppen door de politie bijgestuurd en bevatten niet of nauwelijks daderkennis. Bovendien heeft Kees zijn bekentenis vrijwel direct weer ingetrokken. Ook de herkenning van de fiets van Kees speelt een rol in dit scenario. Maar net als de bekentenissen van Kees wordt ook deze herkenning door Van Koppen zwaar bekritiseerd. Hetzelfde geldt voor de herkenning van Kees door de vrouw die hem uit de bosjes zag komen. Een herkenning die volgens Van Koppen eveneens in strijd is met alle procedures. In het scenario dat Kees B. de dader is, maakt hij zich volgens Van Koppen op twee punten wel verdacht. Ten eerste heeft hij volgens zijn eigen verklaring vlak na het misdrijf spullen vernietigd, zoals krantenknipsels over de zaak en pornobanden. En ten tweede is hij een pedofiel die overigens vrij onsuccesvol kinderen benaderde voor seks. De geweldloze manier waarop hij dat deed, geld bieden, is volgens Van Koppen echter van een geheel andere orde dan de agressieve wijze waarop dit zedendelict is gepleegd. Van Koppen concludeert dan ook dat er in grote lijnen weinig steun is voor het scenario dat Kees B. de dader is. Bovendien is het bewijs dat justitie op de zitting aanvoerde, zoals gezegd, volgens Van Koppen aanzienlijk zwakker dan gepresenteerd en op een aantal punten zelfs feitelijk onjuist. Voor het scenario dat Kees het niet heeft gedaan is volgens Van Koppen zeker ook ondersteuning te vinden. Allereerst is volgens hem nauwelijks een tijdlijn denkbaar waarin Kees, nadat hij van zijn werk was vertrokken, het misdrijf kan hebben gepleegd. Kees werkt voor een bedrijf in automaterialen in de Spaanse polder. En hij verklaart dat hij daar op de dag van de moord omstreeks 5:05 is vertrokken.
vaststaat dat hij pas bij zijn werk kon vertrekken als de laatste vrachtwagen er was verdwenen. En uit de tachograafgegevens blijkt dat het om 18 minuten over 5 of om 22 minuten over 5 was. Nou, laten we even uitgaan van het meest ongunstige tijdstip voor Kees. Dat is 18 minuten over 5. Als hij op dit tijdstip direct bij zijn werk vertrekt en flink doorfietst, is hij 11 minuten later in het park. Dat is dus om 1 minuut voor 5:30. Michael en Nienke hadden in het park iemand de tijd gevraagd en hoorden toen dat het 4:15 was. Volgens Michael werden hij en Nienke enkele minuten later al door de dader in hun nek gegrepen. Maar toen was het dus nog niet 1 minuut voor 5:30 en kan Kees er dus nog helemaal niet geweest zijn. Er zijn ook nog getuigen die expliciet beweren dat ze tussen 5:30 en 5:50 een fiets bij de plaats delict in het gras hebben zien liggen. Waarvan justitie steeds heeft aangenomen dat die van Kees was. Een van deze getuigen had een zwart-witte hond bij zich. En daarvan wordt weer aangenomen dat dat de hond was die Michael vanuit de bosjes heeft gezien en later heeft beschreven. Maar volgens Michael zag hij de hond op het moment dat de dader al geruime tijd met hem en Nienke in de bosjes bezig was. En ook dan kan Kees de dader helemaal niet geweest zijn. Want ook dan heeft hij er gewoonweg de tijd niet voor gehad. Bovendien heeft Kees verklaard dat hij, toen hij in het park was aangekomen, eerst nog een tijdje achter een jongetje heeft aangefietst om hem voor seks te benaderen. Het gerechtshof gaat ervan uit dat deze verklaring klopt. En dat dit zelfs Nienke's broertje was, dat er rond 5:30 door zijn moeder op was uitgestuurd om zijn zusje te zoeken. Het was voor dit broertje 2 minuten fietsen naar het park. Dus als Kees inderdaad achter deze jongen is aangefietst, zoals het hof dus aanneemt, hoe kan hij dan tegelijkertijd de moord hebben gepleegd? Dat rijmt niet. Het is van 2-1. Van Koppen concludeert dat de aanklager, maar ook de rechtbank en het gerechtshof, een dermate losse omgang hebben met de tijdlijn dat het daderschap van Kees B. daar altijd in past. Een tweede punt dat voor de onschuld van Kees B. pleit is volgens Van Koppen dat Michael in zijn eerste verhoor spontaan een signalement van de dader geeft dat absoluut niet past bij Kees. Ten derde is B. niet gevlucht en heeft hij geen paniekerige indruk gemaakt. Integendeel, hij belde de politie en gaf zijn personalia op. Net zoals Peter eerder al opmerkte, stelt ook Van Koppen nu dat dit van bijzondere koelbloedigheid getuigt voor iemand die juist zo'n misdrijf heeft gepleegd. Ten vierde staat vast dat Michael toen hij uit de bosjes kwam Kees wel heeft gezien, maar niet heeft herkend als de dader. Tot slot pleit het DNA-onderzoek Kees vrij. Op de plaats delict is immers geen DNA of een ander spoor van hem gevonden. En dat is merkwaardig. Want als Kees echt de moordenaar van Nienke is, zou het volgens Van Koppen logisch zijn dat zijn celmateriaal was achtergebleven op bijvoorbeeld de veter waarmee het meisje was gewurgd. Of dat zijn DNA was gevonden op de laarsjes van Nienke, die hij volgens Michael namelijk met kracht zou hebben uitgetrokken. Maar niets van dat. Op de vreef van Nienke's laarsje is weliswaar DNA gevonden. En ook uit haar nagelvuil is het gelukt om een DNA-profiel te isoleren. Het erfelijk materiaal op haar laarsje komt op een aantal punten overeen met het DNA uit haar nagelvuil en is niet van Kees B., maar afkomstig van een nog altijd onbekend mannelijk persoon. En is dat DNA-spoor een daderspoor of niet? Dat is een uitermate belangrijke vraag. Want als dat zo is, dan is Kees B. in ieder geval niet de moordenaar. Een DNA-deskundige die tijdens het proces werd gehoord betwijfelde of het om een spoor van de dader gaat. Hij zegt dat het DNA eerder die dag, bijvoorbeeld op school, onder haar nagels en op haar laars kan zijn gekomen. Maar volgens onderzoeker Peter Van Koppen is die stelling niet houdbaar. Michael en Nienke hebben immers kort voor de lustmoordenaar toesloeg uitgebreid in het park met water gespeeld. Ze pompten water en lieten dammen doorbreken. Omdat Nienke korte nagels had, kan volgens Van Koppen worden aangenomen dat haar nagels na dat spelen schoon waren en dit DNA er dus pas later onder is gekomen.
Omdat Michael in zijn verklaringen niet bericht over fysiek contact met iemand anders, zegt Van Koppen dan ook stellig: de conclusie lijkt onontkoombaar dat het DNA op de plaats delict waarschijnlijk afkomstig is.